Ik heb de vergelijking gemaakt met de dading en maffiapraktijken. Wat heeft de dading volgens mij gemeen met maffiapraktijken? Twee dingen. Ten eerste dat er zwijggeld betaald is en ten tweede dat de dading niet wettelijk is. Wouter van Bezien is niet te spreken over de deal van de Sinxefor en uitte dat gisteravond ook met straffe woorden. Bij het stadsbestuur vindt men sommige uitspraken en insinuaties duidelijk te ver gaan. Ik zou de collega sterk aanraden na het afronden van dat onderzoek om wel degelijk in rechten te treden, want zoals meneer Gantman het zei, er zijn grenzen aan alles in het democratische debat. Volgens socioloog Walter Wijns worden ondanks deze forse uitspraken de grenzen van het fatsoen niet overschreden. Zolang het verbaal blijft, dan kan het nog. Natuurlijk, als je persoonlijk laster begint te vertellen, dan wordt er een grens overschreden. Maar wanneer er vergelijkingen getrokken worden met, in dit geval de maffia of Poetin en al dergelijke, laten we zeggen, tot de verbeelding sprekende vergelijkingen, ja, dat moet wel kunnen. Dat is karikaturaal. Niemand zal de wever verdenken van een maffialeider te zijn. Het is natuurlijk een dichterlijke overdrijving. Als dat in een parlement of in een gemeenteraad nog niet kan, ja, waar kan het dan nog wel? Dit soort verhitte discussies zijn ook totaal geen nieuw gegeven, zegt Wijns. En al zeker niet in Antwerpen. Al waren het tot voor kort vooral leden van het Vlaams Belang die zulke forse uitspraken deden. En dat viel minder hard op. Philippe de Winter, ja, die was natuurlijk een held in het uitvinden van scherpe taal. En daarvan waren we dat stilletjes aan gewend. En het nadeel misschien van heel die traditie die we hier hadden van scherpe kritiek is dat we die stilletjes aan bijna in de sfeer van de folklore zijn beginnen steken. Alsof wat Philippe de Winter en de zijne zegden, alsof we dat rustig konden negeren en alsof we dan verder konden gaan met de orde van de dag. En de orde van de dag, dat was dan altijd besturen.